Ik heb geen idee, maar ja, 500 of 1000, ik durf niet zeggen, ja. Breda Nu. Je weet het meteen. Zoals jullie kunnen zien is het best wel druk in deze kas. Ik denk drukker dan gebruikelijk. Reden hiervoor is dat dit weekend het Kom in de Kas weekend is. Wij kweken hier hoofdzakelijk asperges in de kas en buiten. Van de week hebben we Swirsky uitgezet ter bestrijding van trips. Kunnen we daar misschien een kijkje nemen? Gaan we daar even een kijkje nemen. Okay, top. Je had het net over trips. Kun je uitleggen wat het precies inhoudt? Trips, dat is een klein beestje wat van nature in de natuur in Nederland voorkomt. En die wordt bestreden met Swirsky. Marit, ben je al vaker in een kas geweest? Ja, een keer bij een winkel, maar verder niet. Ja, ik wist niet dat het, zeg maar, de witte asperges onder de grond zaten. En wat heb je geleerd over de beestjes? Nou, ik wist eigenlijk niet dat ze hier beestjes hadden, overal zitten en zo. Nou dames, is het een beetje leuk? Ja. Wat hebben jullie allemaal gezien? Asperges. En asperges, ooit zoveel gezien? Ja, 100 bijna. Nou Arjen, jij bent de kweker van deze kas. Kan je vertellen wat er precies allemaal hier staat? Nou, in hoofdzakelijk hibiscus. Het is eigenlijk, wij telen hibiscus en daarnaast ook allerlei groene planten. Wordt deze op meerdere plekken verbouwd? In Nederland zijn er 5-6 kwekers die dit maken. En wij zijn eigenlijk wel mee van de grootste kwekers en qua sortiment en aantallen die het maken. Komen er veel mensen langs vandaag? Ik denk het wel. Vanmorgen om 10 uur stonden de eerste mensen al op de stoep. En ja, je ziet wel, het is nou ook, de hele tijd is het pad toch wel goed bezet, hè, met mensen. Dus ik heb geen idee, maar ja, 500 of 1000, ik durf niet zeggen. Ja. Wat houdt het allemaal in om een kast te runnen? Het is natuurlijk, je hebt een hele planning. Je hebt wanneer moet je alles stekken? Het is best, je zit tegenwoordig met allerlei ziektedrukken, zeg maar, waar je biologisch moet gaan beheersen en zo. Dus het is heel intensief, maar wel leuk. Ook met de medewerkers allemaal. Ja, joh, iedereen heeft toch zijn ding. We hebben een heel afwisselend bedrijf. Maar wel het opvangen en het recycleren. Yeah. Anders is het. Breda Nu. Je weet het meteen.